Vooraleer wij kennis maken met onze speciale gast, zeer speciale gast voor vanavond, zou ik graag enkele dankwoorden richten aan al degenen die zich hebben ingezet tot het welslagen van het afgelopen seizoen, dat zonder twijfel als succesrijk mag worden beschouwd. Wij bedanken eerst en vooral lokaalhouder Bruno Vermeer, die er op zondagochtend steeds wonderwel in slaagde zijn wederhelft ter gepaste tijden het echtelijk bed uit te jagen. Wij bedanken natuurlijk ook die wederhelft, lokaalhoudster Miraman, die zich een heel seizoen lang als een soort van moeder Gusta van het roemrijke wielergeslacht Plankaert over ons ontfermde. Wanneer de wind snoeihard woei en donkere wolken samentroepten boven de Vlaanders. Wacht, hè? En de hemel zwanger van zwart zag. En daardoor de moed alleen in onze schoenen zonk, wist zij ons ochtend steeds op te monteren. En bracht zij Soulas sponsor optrad voor de financiering van de nieuwe rennersbroeken en al dus onze achterwerken opluisterde met zijn optisch materiaal. En dan laatst, maar niet in het minst, de man die ons nog nooit in de steek liet, en dat ziet hem geweldig, onze gulle, kapitaalkrachtige en zeer bewinde hoofdsponsor, en tevens erevoorzitter André Dees de Winter, hoofd van het topbedrijf Natuurdarmen de Winter. Als u een worst verorbert, is er 1 kans op 3 dat er een vel van André rondzit. Ik zou zeggen, geef hem een daverend applaus, maar hij is nog niet aanwezig. Dus. En dan zal nu Gioris onze speciale gast Paul de Baarmaker introduceren. Waarde pudonisten, ter inleiding, ik ben in de mood van de stemming. Bidon heeft nog zondag 1 wedstrijd te rijden en er zijn 2 parcoursen. Wij gaan ter stembus en u weet, er mag propaganda gemaakt worden op morgenavond 8 uur. De enen kunnen het groene parcours nemen van Bidon, de andere het oranje. Als jij het oranje parcours neemt, neemt u het parcours Georges de Smet. Mijn slogan voor de Smet. Met Georges de Smet, veel motor en internetpret. Neemt u het parcours van de geitenwolle kousen, dan kiest u voor Alain Bossard. Pas op, met Alain Bossard komt u op gelijk welk moment van de dag klaar. Gisteren was ik in het posthotel voor de voorstelling dus van de dames, een paar kandidaten. Daar was Alain Bossard zijn dame, vandaag afwezig. Gisteren Bossard afwezig. Hun leuze is niet samen thuis en samen uit, maar het is gewoon gedeeld thuis en gedeeld uit. En onze derde kandidaat, hier ook dus voor de geitenwolle kousen, is de man die houdt niet van gemem, gedaan met gemem, stem Koen van Hennegem. Goed, ik ben heel blij vanavond u een man te mogen voorstellen die ik onlangs terug heb leren kennen. Hij heeft met mij enkele jaren in de lagere school doorkruist, Paul de Baarmaker. En Paul is terug in Wetteren, zijn heimat. En 2 maanden terug zag ik hem op Standaard Wetteren, waar zijn zoontje voetbalt. Het was de ploegvoorstelling van Standaard Wetteren, de zondag. En de vrijdag zei hij mij, Guy, houd u klaar, want zondag komen bepaalde prominenten. Stel je voor, Sergio van de TV, Paul van Heemst, Eddy Merckx, Orlans en Jean-Pierre Cassius Clay Koopman. Ik keek verwonderd op tot de zondag. Maar die zondag om 11 uur waren daar 4 van de 5 leden present.
Alleen, die Merckx had afgebeld, omdat hij moest het Waals gewest. Zijn zoon was aan het winnen voor de maandag. Hij kon niet dus aanwezig zijn. Paul de Baremaker kent iedereen van de spraakmakende programma op televisie, onlangs nog een paar maanden geleden op Canvas. Verschillende leden van Bidon, Verbaren, kies nooit voor Verbaren en zet u in de schade. Heeft dat 8 maal bekeken, kent het van voor naar achter en van achter naar voor het programma. Paul de Baremaker is namelijk nu voor het ogenblik beroepshalve brains hersenmanager van het bedrijf Euroclean met 400 personeelsleden onder zijn bewind, kunnen we zeggen. Paul heeft het bedrijf zelf opgestart. In der tijd, zijn dochter was secretaresse, nu nog altijd met 3 werknemers. Van 3 naar 400. Ik zou zeggen naar de caféhouder, Den Bruinen, kijk daarnaar, speel op de beurs bij Euroclean. Goed. Stabiel in het beroep, maar Paul de Baremaker is ook zeer actief in het sportleven en vooral in het wielerleven. Sinds vorig jaar is hij gestart met ook het sponsoren van voetbalclubs. Paul keert ervan terug, zegt hij. Nu nog altijd sponsort hij sinds vorig jaar Racing Genk eerste klasse shirt en broekje met Euroclean. Vorig jaar heeft hij ook 3 miljoen ingepompt in Eendracht Aalst. Maar hij zegt, Aalst bijna failliet. Maar voor mij is het zeer rendement geweest voor mijn nevenactiviteiten. Dus een clever vent. Waar is Paul sportdirecteur geweest sinds 1982? Ik loop even af. Perlaf Eurosoap, TV-blad, de tweede ploeg van ADR, namelijk Interal Renkies, La William, Kolstrop, Palmans, Ipso en Flanders. Wie dacht dat Paul zou afhaken, heeft het mis voor, want volgend jaar gaat Paul Flanders nieuwe moed inpompen en prijzen rond de kerktoren gaan verzamelen van je welste. Dames en heren, nu gaat Tom Joris u Paul voorstellen, of niet, ik heb hem voorgesteld, interviewen. En iedereen luistert aandachtig naar een aangenaam verteller, een woelwater in het wielerleven, in het geheel leven, maar een zeer, zeer interessant man. Ik stel u voor onze vriend Paul de Baremaker, een man van woord en daad. Ik zou ook willen vragen aan bepaalde mensen na het interview van Tom Joris, die nog vragen hebben, die mogen dan gerustgesteld worden aan onze vriend Paul. Misschien zijn er reeds enkele vragen beantwoord in de introductie van Guy Joris, maar Paul de Baremaker, kan u zichzelf voor de mensen die u misschien niet zo goed kennen even kort voorstellen? Wat doet u in het dagelijks leven? Hoe en wanneer bent u in de wielrennerij terechtgekomen? Wat is of was uw functie binnen de wielrennerij en wat zijn uw toekomstplannen? Spelen in een keer. Ik ben toevallig in de wielrennerij. Ik heb wel gekoerst, ik was niet goed genoeg. Ik heb Max in een keer geklopt, goed voor 2 keer. Voor de rest is daar mij altijd geklopt. Daarmee had ik de trap verstaan dat ik geen coureur kost worden. Dus ik voelde wel, ja, een tweede rangspol. Een rangsrol is mij nooit weggelegd geweest. Ik heb dat nog niet gewild. Dus ja, ik zeg, ja, moet anders doen. Dat is allemaal het leven, weet nooit hoe dat iets wordt. Hè. Ik was 30 jaar, ik ben uit school meer geweest. Hè. Dat is nou wel geen voorbeeld voor iemand, maar hè. Ondertussen hè, verdien ik 3 keer zoveel als onze schoolmeester, als een directeur. Hè. Dus dit gaat raar in het leven. Hè. Ik ben natuurlijk door de deur al 3 vrouwen kwijt. Hè. Maar ik heb toch weer al een andere gevonden. Hè. Dus, hè. Dus ik zat toevallig op café, vroeger ging ik veel op café, nog wat minder. En in de tijd was dat Boston, de ploeg Boston met Van Impen. En de Robert Splees van het café aan het ontpunt in Aalst. Ja, en dan, ja, ik zat zonder vraag, ik zat al daar op café. Hè. Dus en die mannen maken daar een ploeg, die worden er bezig over beroeprennen en zo. En ik zag, ja, als die man dat kunnen, kan ik dat ook pijzen, denk ik. En ja, ik was directeur bij Perlaf, maar alleen maar voor de schoonmaak niet. En onze bos die sponsorde de Keuring Sportieve, zo'n ploegje gelijk Merelbeek of Laren of zoiets. Ik zeg ja, met dat geld en een beetje bij kunnen we proefrest maken. En ja, een dag of 8 tijd
Als ik een budget van 6 miljoen en in tijd met 6 miljoen kost de Ronde van Italië rijden. Deze jaar sportdirecteur was, dat was rap geklonken. We mochten overal naartoe gaan. Ik kost de Ronde van Vlaanderen rijden, kost alles rijden. Met 5 miljoen, ik had schepen, een ploeg die zo uiteengevallen was, ik kwam van Italië. Van der Elst, Etienne, dat toch eigenlijk toch een vrije coureur geweest in mijn ogen, maar het is er ook niet uitgekomen. Die was dat jaar tweede in Bordeaux-Parijs met mij. En die schepen was vierde in de maatschappij achter Bernard Hinault, die hem 300.000 frank betaald had om te blijven zitten. Dus ik had dat rap verstaan. Hè. Ik kost niet goed Frans, maar ik was toen trots aan Mille, zei ik. Ja, dat is onze zus. Dus ik was wel geklopt van eigenlijk. Dus, en daarmee, ja, dus het eerste jaar zo, hè, zit hij weg aan het zoeken. En dat was allemaal een zware man. Ik keek dan naar op, Lomme Driessen, Fred de Bruin, Saar van Varenberg. Dat waren allemaal figuren en zo. Ik lag er wel wakker. Hè. De Kempen, dat was het worst, 140 kilo. Hè. ik was wat kameraad geweest met de mannen van Groene Leeuwen in de tijd, de middeleer. En dan de Mulder, dat waren allemaal vrije renners. En dat was precies of dat die sportdirecteur die coureurs kost toe rijden. Ik kon ondertussen al verstaan dat hij hoor was. Hè. Maar ze dachten gewoon, ja, wat komt die niet doen? Dat we op Jorke gewoon maar hem uitrijden. Hè. Dus we gaan hem gaan flikken. Hè. In de Waalse Pijlen, waar dat Schepens Vierdes was achter Bernard Hinault, waren er 11 man weg, dat was maar één Belg mee, het was de mijn. Maar ik had de konijnenploeg, weet je, ik heb altijd over konijnen en kikkers. Hij was mee en die lieten mij niet door in die smalle passages. Op duur was ik zo kwaad dat ik tegen mijn mechanieker zei, pak mijn kriek uit die auto. En ik kroop van achter die auto en pakte ik mijn kriek vast en ik smeet ze los naar de vooruit van de kippers in de auto. En dat kost ik deur en dat kost ik met mijn coureur. En ondertussen, ja, ik kreeg boetes van alle kanten. Ik denk dat ik deze jaar, ik heb nou voor de mond gesponsord met mijn boetes dat ik had. Ik had onder de 10.000 frank boete die stil. Maar dat was veel geld in de tijd, want mijn ploeg kostte maar 5 miljoen. Dus zo is dat. En dan iedereen dacht, hij gaat eruit, ik was ja. Maar een paar jaar later werd ik voorzitter van de sportdirecteurs. Ja. Hoe komt dat? Ja, ik zei, hoe komt dat als er daar al die grote mannen, waren we met 35, in die tijd waren er 18 ploegen in België. En we zaten een vergadering in Brussel met de Vuisten, Faber en al die mannen. En achter een uur of twee kwam er niets meer uit. Eerst dat Eddy Merckx voorzitter geweest en dan Moens van Saffier. En ik had op de vergadering gezegd dat ik niet meer bij Saffier ging gaan vergaderen. Hè. Ik trok mij Cerebella wat terug. Ik vond dat moest op een ander domein zijn, omdat dat Saffier was alles binnen te doen. Maar ook de dingen voor de wereldkampioenschap, de kampioenschap, hier allemaal daar gebeurd. Dat werd er en ik had dat direct door. Ik zei ja, dat gaat er niet door en het was herkiezing. En Eddy Merckx gaf hem niet meer op. En we zitten daar met 35 man op een uur of 2, 3, ik zeg tegen haar, goed, nou begin ik kiezen voor er wat er hier gebeurt. Hè. En zeggen ze, ja, wie gaat er meer een kandidaat stellen om voorzitter te worden? En om schatbewaarder en penningmeester, hè, wat is het allemaal? Hè. En ik zeg, ja, maar om 5 uur ben ik weg, want ik heb andere dingen doen of dat. Hè. En wie stelt er de vraag, wie geeft er hem aan? En geeft hem niemand niet aan, allemaal zat zo te kijken naar je, wie gaat dat hier nou doen? Hè. En ik stel me recht, ik zeg, wie geeft er aan niemand niet? Ik zeg, zou ik me dan aangeven als voorzitter? Hè? Ik zeg, wie stemt er tegen mij? Ze bleven allemaal zitten. Ik zeg, ben ik voorzitter? Het is gedaan. Ik heb 10 jaar voorzitter geweest, zo simpel is dat. Zo, hier was het Volle. Op de 33e plaats. De wagen 9, Alex. Uit Gent, tramlijn 1. Ja, moet ik weer geen maar. Op de 27e plaats, Galmart Peter met 198 punten. Deze is in baden, maar jij is hier waar. Op de 26e plaats, veel te weinig kilometers gedaan, maar veel meters gemaakt. Van Edegem Koen, 207 punten.
Op de 25e plaats, op een gegeven moment de meest gedisciplineerde van Elgem, Joris van Elgem, 210 punten. Je mag er maar wat meer. Joris Wouter, de redder Koen. Doe dat zo. Ik heb een stoel zaten. Ja, kan wel. Op de 19e plaats. Veel progressie gemaakt, Palma Lode, 262 punten. Op 10e plaats, een van de grootste talenten, Brakke Pieter, 264 punten. Op de 16e plaats een man die iedereen verpletterde in de tijdrit met 603,2 watt vermogen in de benen en een trapfrequentie van 81,2 stoemte hij zijn 53-12 rond met een longinhoud van 83,2 kubieke meter joeg hij zijn hartslag naar moordende pieken van 207 slagen per minuut. Ten einde de 15,00 kilometer af te leggen in 21 minuten en 4 seconden, hetgeen resulteerde in een duizelingwekkend gemiddelde van 42,72 kilometer per uur. Dirk Verleijen. Op de 15e plaats, een nieuweling, maar sterk gereden, Abraham Jo, 289 punten. De 14e, een geweldige triatleet van de Nabil Gert, 328 punten. Dirk, film geen gevuld. Ik zie dat Luc Dogen toegekomen is. We hebben hem afstaan. Of niet? Ik ga hem zien. Luc Dogen. Op de 3e plaats tegen wil en dank. Hij heeft nog geprobeerd om van het podium te tuimelen tijdens de laatste twee ritten, maar het is hem niet gelukt. François Yves, 463 punten. Op de 2e plaats. Ik ga er niets over zeggen, u zal hem straks bezig horen als afscheidnemend kampioen. Luc Vagenende met 551 punten. En dan nu de clubkampioen 2000. Hij kan beter fietsen dan lopen. Ironman Dirk Stroobalm, 569 punten. En dan moeten wij nu nog even onze hoofdsponsor roemen, want hij was er nog niet ten tijde dat wij hem bestoefden daarnet. André de Winter, alomtegenwoordig, gul, succesrijk, alles wat hij wilt. Wij hebben één bloemetje voor zijn vrouw. Een applaus voor André de Winter. En wij hebben ook nog... En voor Paul de Barenmaker hebben we natuurlijk ook nog een cadeautje. Een dure fles wijn, niet ingepakt, want hij moet zien wat hij kan drinken natuurlijk. Mie, kan u de fles wijn overhandigen alsjeblieft? Ik zou zeggen bedankt Paul de Barenmaker. Geef hem een applaus. Zo, en dan krijgen wij nu de speech van de clubkampioen.
Dirk Strooband. En daarna de speech van afscheidnemend kampioen Luc Vagerende. Paul de Baremaker, u mag gerust nog enkele duvels drinken op kosten van de clubkas. Geen enkel probleem. U luistert nu naar de gevleugelde woorden van Dirk Strooband. Ik moet nog eventjes wachten, Frankje moet ik pissen. Je hand voor het dikke. Nee. Ik ga er toch maar aan beginnen. Ik ga mijn speech vrij kort houden, want de heer Luc Vagenende, afgevaarde van de Moerenbond, heeft, nadat ik vernomen heb, een boek geschreven die hij hier nog vanavond wil vertalen. Met als titel: Ik hou toch zoveel van de groene. Over mijn wielerseizoen kan ik vrij kort zijn. Ik was altijd aanwezig. De reden waarom ik de titel gewonnen heb. Vijf Bergenprijs, vrij matig. Tijdrit, waarschijnlijk vrij goed. Want Stefan van Nedegem is nog altijd nieuwsgierig naar het adres van mijn apotheker. En ik veronderstel dat hij dat ondertussen al achterhaald heeft. Want de laatste ritjes mountainbike was hij eigenlijk wel vrij goed. Ik ben eigenlijk clubkampioen geworden door een klein foutje van Luc Vagenende. Op een bepaalde zondagmorgen is hij moren zat en in de beekant Spernhof in de gracht geraakt. Een open beenbreuk, een hersenschudding, daar ben ik niet zeker van. En naar het schijnt gaat Luce ons van de winter in het mountainbiken iets laten zien. Hetgeen hem vorig jaar niet zo denderend gelukt is natuurlijk, hij was dat wel van plan. Natuurlijk, nu heeft hij wel een nieuw materiaal. Hetgeen ik nog wil vermelden, mijn speech gaat vrij kort zijn dat ik gezegd heb, is dat er van de winter gaat gemountainbiked worden. Stefan heeft een lijst opgesteld van de ritten die we gaan doen. En er zal... Nemen vanavond, vandaar dat het lettertype vrij klein is. We hadden ons een nieuwe computer aangeschaft, maar alles functioneert nog niet zo goed. Vandaar dat ik soms wel wat problemen zal hebben om het een en het ander te lezen, maar ik zal er wel aan uitgeraken. Clubkampioenschap Bidon 2000. Beste sportliefhebbers. Hoewel ik deze avond, in tegenstelling tot vorig jaar, jammer genoeg niet de hoogste treden mag bestijgen, vind ik het toch mijn plicht om als uittredend kampioen u nog eens toe te spreken en het voorbije wielerseizoen eens grondig uit de doeken te doen. Vorig seizoen wist ik mij op memorabele wijze als clubkampioen te laten kronen. En ja, dit had zo zijn gevolgen. Daar men mij voorgaande jaren vaak aansprak met het nogal platte Luce, werd ik nu in het wielermilieu meermaals toegeroepen met het Italiaans klinkende Luciano. Ik ondervond dat men mij al wat meer met respect behandelde. En indien dit niet zo was, vond ik het dan ook maar mijn volste recht hen erop te wijzen dat een clubkampioen niet zomaar met hem laat zoon. Ik vergief dan vaak mijn stem en wees ze hun plaats in de hiërarchische rangen van Bidon. Ook bij mij thuis hadden bepaalde situaties een andere wending aangenomen. Zo was er bijvoorbeeld mijn moeder. Die bij mij thuis... Ah, nee, sorry. Met dat kleine letterschrift. Ja. Mijn moeder. Die voorgaande jaar meermaals met de moed der wanhoop mijn vertrek naar de wielerclub probeerde te verijdelen. Om al zo mijn lichaam en geest wat zondagse rust te schenken. En mijn gezondheid in iets of wat betere banen te leiden. Echter, haar pogingen waren steeds gedoemd te mislukken.
Dit jaar was ze dan toch tot het besef gekomen dat voor dag en dauw uit het bed wippen om mij van gedachten te doen veranderen weinig zoden aan de dijk bracht. En spaarde ze haar moraliserende woorden van hoezeer ik wel met mijn gezondheid mooste, veelal tot na de rit. Dit jaar stonden er 16 officieel erkende ritten op het programma. In tegenstelling tot vorig jaar telde de koersen in Destelbergen en Wetteren ten Eden, als ook de Ronde van Vlaanderen niet mee. Bij het afsluiten van vorig seizoen had ik laten verstaan dat ik niet meer de ambitie koesterde om mij in 2000 opnieuw clubkampioen te laten kronen. Maar ik wou mijn titel niet zomaar afstaan aan de eerste de beste paljas. Nee, het moest iemand zijn die net als ik uit het goede hout was gesneden. En die steeds klaar stond om ten strijde te trekken, ondanks het feit dat sommige anderen aan hun plicht als bidonlid verzaakten. De Hunker. De Hunker, om net als vorig jaar faam en glorie te vergaren, bleef echter bestaan. En na enkele ritten verlangde ik alweer naar het leiderschap. Op 7 mei werd de grote Vijf Bergenprijs gereden. En daar we nog met 6 de leiding deelden, zou hier de eerste grote schifting plaatsvinden. De rit tevoren had Yves François met omhoog gestoken vingertje mij de opmerking gemaakt dat het nu wel eens blaadjes kon zijn die mij in het geuvellandschap zou weten te overtreffen en al zo'n kans maakte op de kampioenstitel. De naam Blaadjes kwam mij toen nog onbekend voor, maar na rondvraag bleek het te gaan om Stefan van Heddegem. Verder etymologisch onderzoek wees uit dat hij die naam te danken had aan het op primitieve wijze eigenhandig rollen van sigaretten met de zogenaamde blaadjes. Toen ik dit wist, moest ik even lachen. Ik kon moeilijk geloven dat een verstokt roker mij het vuur aan de schenen zou leggen. Maar ja, voeg dus wat eraan toe. Blaadjes was wel de man die op de dop stond en die, terwijl ik mij tussen de planten in het zweet stond te vruten, gij zich op een meer aangename en onbezorgde manier met zijn fietsje in het zweet kon rijden en al dus van een veel betere voorbereiding genoot. Ik wil er verder geen woorden meer aan vuil maken. Maar ik kon toch moeilijk geloven dat ik mij door zo iemand zou laten kloppen. Toen op 7 mei, de grote dag, de dag van de Vijf Bergenprijs, was aangebroken, had ik mij zowel uiterlijk als innerlijk een Van den Broeke-look aangemeten. Ik was zeker van mijzelf en had net als Meijerhagen slechts één doel voor ogen: het goud in de wacht slepen. Wanneer ik die morgen mijn intrede deed in het verloren gat, waren ineens alle ogen op mij gericht. En toen men mij vroeg of ik voor een eerste plaats ging, wist ik hen prompt te antwoorden dat er voor mij slechts één plaats was weggelegd, de bovenste. Het deelnemersveld bestond uit 20 man en de spanning was te snijden. Bij het overschouwen viel mij al meteen op dat diegenen die op zulke mooie dag niet kwamen opdagen, diegenen waren die vermoedelijk meest kans maken op de laatste plaats. De nacht tevoren was de regen met bakken uit de hemel gevallen, waardoor op sommige wegen een spoor van modder was achtergebleven. Hierdoor lag het er op sommige plaatsen een verraderlijk glad bij. Dit mocht Philippe Verbare aan de lijve ondervinden. Want toen we in de aanloop tot de eerste helling een bocht ingingen, wist hij zich niet meer meester over zijn vehikel en smakte naast de rijweg neer. Plots voltrok zich een ijzige stilte. Zijn lichaam plakte roerloos in het drassige slijk. De adem als ook de lach werden enkele momenten ingehouden. Tot opeens zijn gezicht zich aan het aardoppervlak ontrok en een gekreun alle stilte doorbrak. Gij leek iets of wat aangeslagen, maar net als Museeuw
richtte hij zich op en kon niets hem ervan weerhouden de strijd met de natuurelementen opnieuw aan te binden. De eerste helling van de dag was de Eikenberg. En daar ik hier twee jaar geleden op meesterlijke wijze alle tegenstand in de Vrieling wist te rijden, werd ik dan ook als topfavoriet gebombardeerd. Dit had zo zijn minder goede kanten. Want in de aanloop hier naartoe was er geen moment dat men mijn hoofd met rust liep. En ieder die er enig belang bij had, kwam mij vragen hoe en wanneer ik mijn klasse zou tonen. Toen iets voor de voet van de helling het startsein werd gegeven, schoot ik mij als een pijl uit een boog naar voren. Niets kon mij nog intomen. De adrenaline stroomde door mijn lijf, wetende dat op de top van de Eikenberg de zegepalm op mij lag te wachten. En ja, halverwege zag het er mooi uit. Ik lag nog steeds aan kop en dacht dat ik alweer op weg was naar één glorieus moment in mijn aards bestaan. Echter, Pieter Brakke had er verzekers weet van dat er die ochtend geen dopingcontrole plaatsvond en had wellicht een goede dosis EPO tot zich genomen. Vandaar dat gij zich de laatste paar honderd meter als een sneltrein voorbij mij kwam gevlamd. Mijn hele wereld stortte zowat in. Dat iemand mij zoiets kon aandoen was onverstaanbaar. Hij had mij nogthans beloofd om als trouwe ploegmaat in functie van mij te rijden. Toen ik uiteindelijk de streep naderde, moest ik mij dan nog wel haasten om slechts als tweede te eindigen. Wanneer ik daar zowat eenzaam mijn verdriet stond te verbijten, was het Pieter die alle media-aandacht kreeg en al lachend zijn verhaal kon doen. Naar mij werd niet meer omgekeken. Mijn geloof in God en in de mensheid had nu wel een ferme deuk gekregen. En alsof het nog niet erg genoeg was, kwam Wouter Rogiers mij nog eens zeggen dat ik eigenlijk geen recht had op die tweede plaats. Ik had namelijk van bij de start al te veel meters gemaakt en ik moest gewacht hebben tot wanneer we goed aan de beklimming bezig waren om weg te demareren. Wel Wouter, één goede raad. Als je ooit eens een koers zou willen uitrijden, zorg er dan voor dat je van bij het begin mee bent. Ik had veel zin om eruit te stappen, maar ik wou al mijn meegereisde supporters niet zomaar subiet naar huis toe sturen. Ik kan het niet. Dat is te doen. Vandaar mijn verdere deelname. Mijn moreel was volledig gekraakt en dit had zo zijn gevolgen. Op de volgende helling, de Stenenberg, kwam ik slechts als zesde toe. En ja, het was alweer Pieter die zich in de belangstelling wist te rijden door als eerste te finishen. Op de derde helling, de Valkenberg, had ik mijn wanhoopspoging iets te of wat verhalopeerd en werd slechts zevende. Toen we klaar stonden om de Berendries te beklimmen, was het voorzitter Tom Joris hemzelf, die mij met lijkbleek gezicht kwam vertellen dat hij al liever had dat het gepasseerd was. Daar ik een mogelijke ritzegen, laat staan, de eindzegen, niet meer voor mogelijk hield, gaf ik hem te kennen dat ik eenzelfde mening was toegedeeld. De Berendries was nu ook wel een helling die mij lag. En tot zo halverwege streed ik met Tom Joris voor een derde plaats. Tot gij bij wonder ineens wegviel en in de plaats een oprukkende Lode Palemon voorbij mij kwam snellen. Lode was voor mij die dag de meest opmerkelijke pedaalrijder van heel het peloton. Hoewel hij op de tweede helling reeds zijn lijf wist leeg te kotsen, was er niets of niemand die hem kon stoppen. Als een bezetene stoof gij die dag de hellingen op.